In de kwartfinale van het nationale bekertoernooi speelde AB Antlikurgus woensdagavond tegen Focasa uit Nijmegen. Inzet van de wedstrijd was een plaats bij de zogenoemde Final Four. Vorige week wonnen de Groningers de uitwedstrijd al vrij eenvoudig met 0-3 en ook nu gingen ze voortvarend van start. De eerste set werd met 25-18 gewonnen. Focasa is een middenmotor in de topdivisie, maar desondanks waren er in de wedstrijd leuke rallies te zien. Hier wordt de aanval van Tom van de Heuvel nog verwerkt. Bal komt terug bij Jus Donkers en dan kan Mart van Werkhoven het afmaken. De tweede set ging met 25-17 naar AB Antlikurgus. We maken dan een sprongetje naar het eind van de derde set, waarin het wedstrijdbeeld niet veel anders is. Fabian Dosset scoort hier 16-24 en brengt AB Antlikurgus dus op matchpoint. Frank Lubbers mag dan gaan serveren voor de wedstrijd, maar hij slaat de bal uit. Focasa komt dan door een touchébal op 18-24, waarna Erik Groene voor de tweede keer serveert. De stop is goed. Setup van Frank Lubbers en Edson Felicissimo maakt het af voor AB Antlikurgus. In de halve finale treffen de Groningers Orion uit Doetinchem. Ja, het verschil is gewoon te groot. Ik kan niet meer verwachten van de jongens dan dit. We hadden als doel gezet van nou, laten we kijken of we ze elke set onder de 15 kunnen houden. Dat lukt je nou net niet. Maar aan de andere kant, de meeste teams hebben gewoon moeite om tegen lager geplaatste teams te spelen. Wij spelen 2 keer 3-0, dus ik ben uitermate tevreden.